Hallo, daar ben ik weer. De Minuut van Ineke. Iedere vrijdagmiddag om 5 uur via Facebook. De Minuut van Ineke. Iedere week spreek ik over een ander kunstwerk. Deze week gaat het over een tekening van Mathieu Wiegman. Mathieu Wiegman hoorde bij de Bergense school. Maar voordat Mathieu Wiegman zich hier echt in Bergen vestigde, heeft hij heel veel omzwervingen in Frankrijk gemaakt. Dit is dan ook een tekening uit 1939 van het Rhônedal in Zuid-Frankrijk. Je ziet hier dat hij met de krijttekening een prachtige compositie heeft gemaakt van het bergdorpje Mirmande. Aangezet met rood en zwarte donkere lijnen. Helemaal op zijn speelse manier zoals Mathieu Wiegman dat altijd deed. Het werk van Mathieu Wiegman hangt in vele musea in Nederland. Onder andere natuurlijk hier in Museum Kranenburg. En ook in het Stedelijk Museum in Alkmaar.